Ja, ik denk het, omdat dat een beetje is waar Nederland in verkeert op het moment. Deze split, deze spagaat. Dat je aan de ene kant vindt links Nederland moet kunnen en er moet allemaal. Je mag niet wat Wilders zeggen, dat is allemaal onzin. Natuurlijk moeten ze welkom en moeten ons aanpassen. Maar er is ook iets waarvan je soms denkt, en dat mag je dan nu steeds meer zeggen, wat bijna ook weer griezelig is. Van ja, denk van ja, maar hey, ho. Wij zijn er ook nog. Of weet je wel, er komt een soort. Ik heb het gevoel dat je als politiek correct persoon moet je alles goed vinden. En dat gaat je hoofd, gaat je dan je hart vooruit of zo. En dat kom je natuurlijk vooral tegen als het over zo'n kind gaat. Dan zit het zo dicht bij je, aan je hart. Het gaat over mensen die hun eigen samenleving niet meer herkennen. En zeggen, waar leef ik nu nog in als ik door Oost loop? Ik voel me een vreemde. En dat mag je toch ook wel even zeggen. En dat moet dan ook gehoord worden. En dan kan je weer verder. Dat is echt, heeft echt wel te maken met dat iemand iets gaat doen waarvan je met je hoofd denkt, tuurlijk, dat moet kunnen. Nee, maar tuurlijk, iedereen mag in vrijheid alles doen. Maar dat je gevoel kan dat gewoon niet bijbenen. Die denkt, ja, godverdomme, en ik dan? En vooral wat ze zegt op het einde, ik herken je gewoon niet meer. Je bent een ander mens geworden. Weet je wel wat je aan het doen bent? Als het geloof onze kant opkomt, dan kan ik daar nu, snap ik dat nu meer. Hoewel ik wel geloof dat bekeerde moslima's roomser dan de paus zijn. Ik bedoel, die zijn veel meer. Want als we spraken met meisjes die al van huis uit, dus cultureel islamitisch waren opgegroeid, die hadden ook zoiets van, nou, zo streng was dat allemaal niet hoor. En ik ken die gebeden wel, zo, maar niet heel erg. Terwijl die Nederlandse, die zijn natuurlijk helemaal, die leren dat helemaal uit hun hoofd, dat ze het kunnen dromen. Ja, ik vind de solidariteit en het uiterlijk helemaal afleggen. Dat zijn meisjes van die leeftijd, nou iets jonger meestal, maar goed, dus je kan een meisje van 15, 16 zeggen niet alleen maar kunnen hebben over hoe hun haar zit en of de laatste BlackBerry en dat materialisme en dat uiterlijke vertoon, dat is wel, ja, daar kan je wel iets van opsteken, vind ik, dat zij dat helemaal niet doen. Er zijn ja sowieso meisjes met een hoofddoek, die ken ik gewoon eigenlijk niet. En nu heb ik het gevoel dat ik ze wel ken. Dus alleen dat al is voor mijn eigen integratie heel belangrijk geweest.